Jelle, jullie hebben afgelopen week iets bijzonders gedaan. Jullie hadden een teamuitje. Eerst naar Antwerpen. Lekker op stap geweest. Daarna werden jullie onder handen genomen door de commando's. Staat hier nou een nieuw herboren man? Nou, die is een paar maanden geleden al geboren. Maar het was gisteren en eergisteren was het echt geweldig. Ja, wat hebben jullie gedaan? Ja, Antwerpen is denk ik wel bekend. We hebben gewoon een drankje gedaan. Dat was niet zo zwaar, maar... Gisteren hebben we een behoorlijke pittige dag gehad. We zijn helemaal afgemaakt door drie soldaten. Maar hoe ging dat dan? Jullie kwamen terug uit Antwerpen en toen? Getraind hier. Brakkenfestival gehad. In de bus gestapt. Afgetapte bus. Dus wij wisten niet waar we heen gingen. Dus we gingen naar Breda in de kazerne. Nou, daar moet je dan heel snel een tasje in pakken. Als je dat te laat doet, dan moet je al lopen, opdrukken en al die toestanden. Daarna zijn we naar een groot veld gegaan en daar hebben ze binnen twee uur hebben ze 26 volwassen jongens helemaal afgemaakt die op dat moment het heel zwaar hadden. En toen s'nachts, s'avonds op bivak? Ja, na die twee uur dat we af zijn gemaakt zijn we weer in die bus vertrokken. Stiekem hebben we gekeken en kreeg ik al een beetje een raar gevoel, want ik zag Oosthoofd voorbij komen en... Daar sloegen wij linksaf en wij stopten daar in een bos. Toen zijn we naar een veld gegaan. Daar hebben we geslapen en eten gemaakt en kampvuurtje gebouwd en wacht gelopen en gatten gegraven. Sommigen hebben misschien maximaal 20 minuten geslapen en sommigen helemaal niet. En daarna zijn we van Oosterhout-Teteringen hebben we 10 kilometer gelopen naar Breda met een rugzak van 30 kilo. Dus ja, dan kom je zelf wel een paar keer tegen. En dan ben je constant opgejaagd door die soldaten? Ja, je moet bij elkaar blijven. En je moet bij elkaar blijven. En de hamert hij continu op. Alleen je moet je voorstellen dat je dan al een behoorlijke dag onderweg bent. En dat het steeds zwaarder begint te worden. Maar ik heb er gewoon echt van genoten. Ik vond het echt geweldig. En we moesten van Oosterhout-Teteringen moesten naar het Wolfsla lopen. Daar werden we nog even in het zwembad gegooid. Daar hebben we oefeningen gedaan. Maar ja, ik vond het helemaal geweldig. Helpt het ook, denk je, voor de team spirit, voor het samen zijn? Nou, zeker. Weet je, het samen zijn is natuurlijk al heel erg goed. En daarom doe je normaal altijd een trainingskamp. Maar ik vond het vele malen mooier dan een trainingskamp. Als we naar NAC kijken, ben je nog tevreden wat er op het veld staat? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we een goede groep hebben. Er genoeg kwaliteit in zit. De club is nog op zoek naar een spits. Ik denk helemaal dat die er staat. En laten we hopen dat Ronnie Stam wil blijven. Ja, dan hebben we gewoon een hele goede groep staan, denk ik.